Stand by. Start is gevallen, de president of de United Arab Emirates Cup. Wat aarzelend van start ging Petrushka. En die verliest daardoor een lengte op het veld. Niet dramatisch overigens. En de paarden komen voor de eerste maal zo dadelijk voor de grote tribunes. En dan hebben we een zeer compact veld waarbij Raya C en Chivan OA in de front rank opereren met aan de binnenzijde Atlee Telsel. Dichterbij Hurra. Dan volgt Jellaber en die wordt gevolgd door Petrushka die alweer dichtbij is. Daarachter volgt Samima Nesma Cardabia sluiterij als de paarden zo dadelijk de laatste ronde ingaan. In de President of the United Arab Emirates Cups is de leider op dit moment Raya C. Raya C heeft een lengte voorsprong. Chivan OA op de tweede plaats. Aan de binnenkant ligt nog altijd Atlee Telsel. Zo draaien we de Klingendaalbocht in. Daarachter volgt dan op de vierde plaats Hurra. Vijfde is Jellaber, zes Petrushka, zeven Samima en achtste is nog altijd Nesma Cardabia. Zo gaan we naar de overzijde van de baan. We hebben nog 1350 meter af te leggen. En Raya C voert het veld nog altijd aan. Doet dat met een lengtevoorsprong op Chivan OA. Dan volgt aan de binnenzijde Atlee Telsel. Schuin daarnaast volgt Hurra. Dan Jellaber met Petrushka, Samima en Nesma Cardabia nog altijd aan de start van het veld. Ook in die volgorde langs het laantje van Jochemsen gaan we af op einde overzijde. Raya C leidt nog altijd met een volle lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Chivan OA. Derde aan de binnenkant is dan Atlee Telsel. Vierde is Jellaber en zo gaan de paarden dan de laatste bocht opzoeken. En hebben we zo dadelijk dan nog een 800 meter af te leggen. Als de deelnemers die bocht ook ingaan, is Raya C nog altijd de leidster. Op de tweede plaats Chivan OA, dan Hurra. Atlee Telsel ligt aan de binnenzijde. Dan volgt Jellaber met Samima. Die wordt gevolgd door Petrushka aan de start van het veld. Hebben we dan nog altijd Nesma Cardabia. De deelnemers komen dan de bocht door en komen richting laatste rechte lijn. Nog 600 meter af te leggen in de President of the United Arab Emirates. En de deelnemers gaan dan zich dan voorbereiden op de eindstrijd. Wijd aan de buitenzijde Samima. Die ligt eigenlijk in de brede zin los van het veld. Die gaat werkelijk in het midden van de baan zijn claim zetten. En zo zijn de paarden dan in de laatste 350 meter. Waar Jellaber inmiddels de leiding heeft overgenomen. Raya C vecht mee. Aan de binnenkant komt er ook ruimte voor Atlee Telsel. Solo op een eilandje. Aan de buitenkant is het Samima. En zo gaan we de laatste 200 meter in met Jellaber. Gaetan Faucon die nog altijd leidt. En afstand neemt van de rest van het veld. In de president of de United Arab Emirates Cup. En die wint het hier. Jellaber. Petrushka mooi tweede. Dan Atlee Telsel. Chivan OA. Hurra. Samima. Dan Raya C. En Nesma Cardabia.